Hey, hallo allemaal. Jullie weten hoe we beginnen, hè? Daar gaan we gelijk. Welkom, welkom, welkom iedereen. Doe je met ons mee, we beginnen zo meteen. Welkom, welkom, fijn dat jij er bent. Zing gezellig mee als jij dit liedje kent. Vorige keer hebben we het gehad over het orkest en klassieke muziek. Toen heb ik al een beetje aan jullie verteld wat voor soort instrumenten er nou allemaal in het orkest zitten. Moesten we raden welk instrument heel veel voorkwam, of welke instrumentengroep er voorkwam in de muziek die ik jullie liet horen. Eens kijken hoe goed we dat allemaal hebben onthouden en hoe goed onze oren zijn. Vandaag hebben we een luisterquizje. Kijk maar eens mee. Je ziet hier op het scherm 5 instrumenten. Even kijken of we ze kennen. En dan hoor je straks 4 fragmentjes. Dus 1 instrument zie je wel, maar ga je niet horen vandaag. Eens kijken. Herkennen we een instrument? Kijk maar eens even goed. Misschien weet je nog van de vorige keer hoe die heet. Die had die mevrouw onder de kin, eigenlijk deze kin, zo. En dan moest je met zo'n strijkstok, moest je daarop spelen. Het was de kleinste. Als je het weet, moet je het maar even roepen of zo. Het is een viool. Deze, die lijkt daar een beetje op. Maar, zoals je al ziet, ook op het plaatje, is die een stuk groter. En als ik deze wil spelen, ik weet niet eens of ik erbij kan. Maar je moet daar echt bij staan. Ik denk dat ik er nog niet eens tot de bovenkant kom. Zo'n groot instrument is dat. Daar heb je ook een strijkstok voor nodig. Hoe heette dat instrument ook alweer? Moeilijke vraag hoor. De contrabas. Horen dus allebei bij de strijkers, want ze hebben een strijkstok. Oké, dan zien we nog wat dingen. Welke herkennen we of waar lijken ze op? Ik denk dat jullie deze wel kennen. Die speel je zo. Het is een dwarsfluit. Dus je fluit erop en je houdt hem dwars. Nou, dat kun je makkelijk onthouden, toch? Een beetje een ingewikkelde die ernaast staat. Daar blaas je ook op. Dat is een hobo. Misschien ken je hem zelfs niet eens zo goed. Kijk maar eens of je hem misschien straks kan herkennen. Of je ergens denkt, daar lijkt. Dat zou misschien wel de hobo kunnen zijn. En als laatste hebben we deze. Waar lijkt hij een beetje op? Hij heeft alleen een hele andere vorm hoor, maar waar lijkt hij een klein beetje op? Op een trompet. De trompet is recht, hè? En deze is helemaal gebogen, zo. De grote beker, zo heet hij. Die gaat ook naar achteren toe. Al die rondjes zo, en dan gaat de beker naar weg. Dus als je iets hoort wat een beetje op een trompet lijkt, dan weet je, dat is die. Die heet de hoorn. Oké, tijd om te beginnen met de quiz. Ik laat eentje horen. En jullie, als je het weet, kun je 2 dingen doen. Of je pakt allemaal een blaadje en je schrijft even op welke dat jij denkt dat het is. Of, dat mag ook wel van mij, je roept het gewoon even door de klas. De eerste komt hier aan. Was de dwarsfluit. Dwarsfluit hebben we vast gehad. Oké, de volgende. Ja.
Hij was heel laag. En ik had er een strijkstok voor nodig. Welke is het dan? De contrabas. En als je heel goed oplette, dan had je deze misschien nog kunnen herkennen. Geeft helemaal niks als dat niet zo is hoor. Maar dit was het muziekje van de olifant van heel lang geleden. Komt de volgende, de derde. Welke hoor je nu? Klinkt het als iets waar je op moet blazen of als iets waar je een strijkstok voor nodig hebt? Het is iets om op te blazen, dus het moet één van deze zijn. Klinkt het dan een beetje als een trompet of juist niet? Nee. Dit was de hobo. Een trompet of een hoorn dus, klinkt wel een beetje anders. Oké, de laatste. Hoor je de viool of hoor je de hoorn? Ik denk wel dat jullie die kunnen raden. En die viool zat er niet in vandaag, want dit was de hoorn. Oké, goed gehoord, goed geluisterd. Het is tijd om nog even te zingen en te dansen. Doen jullie mee? Kom, daar gaan we. Ja, want we hadden dat leuke liedje over de lente, waar we vorige week gaan leren. Over de lentekriebels. Eens even kijken of we dat toch kennen. Kom allemaal even lekker staan. Zingen we eerst eens even het stukje wat we vorige keer al geoefend hebben. Zing gelijk goed mee en doe de dansjes lekker mee. Ik voel de lente, lente kriebels, waar ik zoveel van hou. Door die lente, lente kriebels, is mijn dag minder koud. We gaan springen en rennen, chillen in het park. Zijn die lente, lente kriebels, waar ik van hou. Waar ik van hou, oh, 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 oh. Waar ik van hou, oh, 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 oh. Heel goed. Dan gaat het liedje dus over dat het steeds lekker warmer wordt buiten. Dat je misschien helemaal niet eens meer een jas nodig hebt om naar buiten te gaan. En dat je daardoor heel veel zin hebt om lekker buiten te zijn. Nou, ik herken dat wel. Ik was vandaag bijvoorbeeld, ben ik lekker wezen fietsen. En toen ik fietste, scheen het zonnetje zo lekker. Ik was heel dik aangekleed, maar het was eigenlijk helemaal niet meer koud. Heerlijk. Daar gaat het over. We gaan een klein stukje oefenen van het begin. Kunnen we dat er namelijk nog eens bij zingen? Doen we zo meteen nog even het hele liedje. We kunnen bijna weer naar buiten. Met zonder jas. Zo dus. We kunnen bijna weer naar buiten. Met zonder jas. Ik kan de lente alweer ruiken. Wow. Een keertje. We kunnen bijna weer naar buiten, met zonder jas. Ik kan de lente alweer ruiken. Wow. En het duurt nog maar heel even, dan ren ik uit de klas. Om buiten te gaan spelen. Wow. Dus het duurt nog maar heel even, dan ren ik uit de klas. Om buiten te gaan spelen. Nog eens één keer vanaf het begin. Ik kan bijna weer naar buiten. Met zonder jas. Ik kan de lente alweer ruiken. Wow. En het duurt nog maar heel even. Dan ren ik uit de klas. Om buiten te gaan spelen. Wow. Ik schrijf mijn huis.
huiswerk aan de kant. En dan komt het stukje van de lentekriebels. Zullen we eens even het hele liedje doen? En dan wil ik in ieder geval het stukje van de lentekriebels, stuk elke keer als die komt, heel goed horen van jullie. Maar dit stukje, probeer die ook maar vast lekker mee te doen. Daar gaan we. Het hele liedje. We kunnen bijna weer naar buiten. Komt-ie! We kunnen bijna weer naar buiten. Met zonder jas. Ik kan de lente alweer ruiken. En het duurt nog maar heel even. Dan ren ik uit de klas. Om buiten te gaan spelen. Ik schrijf mijn huiswerk aan de kant. Door die lente kriebels is mijn dag minder koud. We gaan springen en rennen, chillen in het park. Zijn die lente kriebels waar ik van hou? Waar ik van hou? Wow, wow, wow. Waar ik van hou? Wow, wow, wow. Het gras wordt al maar groener. Ik kan huizen opnoemen. Dan kijken we naar boven, naar de wolken in de lucht. Ik kan het bijna niet geloven. En als er dingen zijn bij mij, voel de lente kriebels waar ik zoveel van hou. Door die lente kriebels, door mijn dag minder koud. We gaan springen en rennen, chillen in het park. Zijn die lente kriebels waar ik van hou? Waar ik van hou? Wow, wow, wow. Waar ik van hou? Wow, wow, wow. Maar zonder al die mooie dagen zal de lente overwaaien. En liefst dat ik die kriebels elke dag. Oké, nog één keer op je best, hè? Voel de lente kriebels waar ik zoveel van hou. Door die lente kriebels is mijn dag minder koud. We gaan springen en rennen, chillen in het park. Zijn die lente kriebels waar ik van hou? Waar ik van hou? Leuk! Zo oefenen we hem steeds een beetje beter en kunnen we hem ook steeds een beetje beter. Een hele fijne dag verder en tot de volgende keer!